Hey mensen, je kijkt naar Spoelie 611 en welkom bij Max Verstappen Track Tour. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik ben nog steeds niet recovered van die race van Mexico. Race nummer 20 dan, Interlagos, het is Brazilië. Het kan zomaar zijn dat Nico Rosberg hier kampioen wordt. In ieder geval, Max Verstappen doet ook mee. En hier is een rondje dan. We beginnen met de Senna S-bocht, wat bocht 1 en 2 is. Een hele mooie bocht zijn dat trouwens. Dat is echt een mooi bochtenwerk daar. Dan gaan we vol op het gas. En dan hebben we onze eerste DRS-zone. Best wel een lang recht stukje. Niet goed voor de Red Bull natuurlijk. Red Bull veel downforce, goed in de bochten. En dan gaan we hier afremmen. Het is bocht nummer 4. Snelle bochten. Want twee keer hier naar links. En heel veel snelheid oppakken. Probeer die Mercedes achterna te gaan. En dan gaan we wat meer omhoog weer. Want er zit veel hoogteverschil zoals je hier ziet. Een paar keer naar rechts. Snelle bochten. Goed afremmen. En dan heel goed hier de apex pakken. Want dan kan je hier naar links ook heel lang doordrijven. We zitten alweer in bocht nummer 9. En dan is dit een soort knikkie. En dan moet je dan later nog gaan afremmen. Hier halen we nog even iemand in. En dan komen we nu langs de bocht. Dat is alweer bocht nummer 11. En dat is waar Max Verstappen nog zo mooi drifte in 2014. Jazeker, in 2014 deed hij vrije training 1 een paar keer voor Toro Rosso aan het einde van het seizoen. En wat maakt hij daar een mooie drift. Meteen een goede impressie. En dan gaan we op het naar het rechte stuk. Dus je moet ervoor zorgen dat je niet die pitline hier raakt. Want hier is ook een pitline. Dat mag niet, hè. En dan zijn we over start-finish. Ja, wat kan Max Verstappen doen op zo'n baan? Ik ben heel erg benieuwd wat jullie vinden. Laat het even weten hier in de reactie. Want voor je het weet, je ziet het. Ik haal hier eventjes in. En kan Max Verstappen gewoon gaan winnen. 2003 was voor mij mijn favoriete race op deze baan. Misschien kun je die ooit nog ergens terugkijken. Nou ja, in ieder geval, wat zijn de kansen voor Max? Of kan hij net zo snel gaan zonnen zoals Alonso vorig jaar? Laat even een duimpje omhoog achter. En dan spreken jullie de volgende keer weer. Doei doei.